Goedemorgen. Hier Femke van Kijk vanuit Helderbron met een video. Oh my goodies. Ik ben net klaar. Met de training. Activeer je 5D. En je kan vandaag nog binnenkomen. Ik heb daar niks meer over gedeeld. Omdat mijn eigen transformatie had aandacht vroeg. Ik ga kaarten voor jullie leggen. Ik ga een groepsreading geven. En naar aanleiding van die kaarten ga ik zo meteen eentje energie draaien. Super toffe kaarten. Hele mooie nieuwe kaarten. Healing Energie Orakel. Yay. Maar eerst wil ik iets met jullie delen wat net gebeurd is. Ik was dus mijn Activeer 5D training aan het geven. Daarin gaan we in 21 weken gaan we alle lage frequenties zuiveren. En op weg naar de verankering en belichaming van de 5D frequentie, dimensie, belichaming. En op een gegeven moment hoorde ik kabaal beneden. Maar wat we vandaag hebben gedaan is de schaduw... De schaduw zijn eigenlijk alle delen die jij van jezelf afwijst. Niet alleen eigenlijk overal waar je kritiek op hebt. Maar ook alles wat je nog steeds fout en verkeerd vindt aan jezelf. Aan je leven, aan je relaties, aan je creaties. Alles wat je hebt gekeerd. En ik had zelf zondag gedaan. Maar ik heb het net met mijn groep gedaan. Het was super mooi. Misschien ga ik het nog delen als cadeautje. De wereld heeft glitter nodig. De wereld heeft heel veel glitter nodig. Maar mijn grijze vogel, jullie vaker wel opgevallen. Ik ga zo kaarten leggen en zo energie in geven. Maar dit is zo bijzonder. Dit is hoe het universum werkt. Mijn grijze vogel heet Smokey. En van de week zat ik al te denken. Want Smokey gaat altijd aan op de energie. Gaat altijd aan als de schaduw, de limitatie en beperking. En we gingen dus, ik ging vandaag met de hele groep, ging ik dus het afwijzen van jouw schaduw stoppen, omarmen. Niet meer wegdrukken van emoties, niet meer wegdrukken van ervaring. Maar wat was er nou gebeurd? Die grijze vogel van mij was dus uitgebroken uit het kooitje. En dat was... zo bizar. Maar wat nou nog bizarder is, en ik ga kijken of ik het in één zin kan zeggen. Ik heb dit eerder met mijn andere vogel meegemaakt. Ik was naar een museum en er was een opdracht. Kijk in je ogen en maak een tekening. En toen had ik een engel gemaakt met blauwe vleugels, met blauwe vogelvleugels. En 2 uur later stond ik in de keuken en toen is mijn kokootje, mijn angstige vogel, die is door zo'n spleetje ontsnapt en is haar vrijheid tegemoet gevlogen. Zij is haar eigen natuur. Haar natuur was ook niet opgesloten zitten in de kooi van angst. Dat heb ik vorig jaar heel mooi kunnen transformeren. En toen zij wegvloog, was dat eigenlijk het einde. En vandaag ging dus die grijze vogel, de schaduw die altijd aangaat in de video's, die was ook uitgebroken. Zo bizar. Ik heb dus nieuwe kaarten. En dit zijn zulke mooie kaarten. Healing Energy kaarten. En dit vind ik altijd super leuk. Wat ik ga doen, lieve mensen. Want we zijn collectief met elkaar verbonden. Ik ga even 3 kaarten eruit trekken. En dan in samenspraak met jullie ga ik de energie met jullie draaien. Ik ben heel erg benieuwd welke boodschap ik door mag geven. En dit is ook, deze kaarten komen eigenlijk helemaal in overeenstemming met waar ik nu zelf ben op mijn pad. En wat ik aan het exploreren ben. Dat vogelverhaal is volgens mij niet helemaal overgekomen. Je had erbij moeten zijn, maar het was echt zo bizar. Het was gewoon... Maar dat laat het universum laat je zien. Je krijgt continu je boodschappen. De eerste kaart. Ja. Dus. Oh, nou. Dit is bizar. Want weet je, die kaarten zijn gaaf. En ik vind het super tof. Maar ik heb die kaarten niet nodig. Want ik wilde zeggen, je krijgt continu doorlopend boodschappen. Trek ik die kaart eruit.
Luister naar het leven. Ik heb die kaarten niet meer nodig, lieve mensen. Oh. Maar ik vind het wel leuk om mee te werken. Alleen al, ik werk zelf ook met kaarten. Elke dag trek ik een kaart voor mezelf. Vraag ik aan het universum wat is belangrijk voor mij. Maar ik hou hem even ook in beeld, zodat jij kan kijken naar dat mooie plaatje. Luister naar het leven. Wat wil het leven jou vertellen? En mag jij jezelf... Ja. Je krijgt doorlopend signalen en boodschappen. En hoe sta je op dit moment in het leven? Zit je vast in de angst? En het is best wel intens. Vandaag ook. Ook de training die ik net gegeven heb. Het was zo... Aan de ene kant was het zo mooi. Maar het was zo duidelijk voelbaar dat in die training we gingen door... Angst. We gingen door depressie, door rouw, door verdriet, door apathie, door de energie van mislukking en depressie. En we gingen echt, het was zo voelbaar dat we zo door die energie teruggingen naar het licht. En dat is eigenlijk zo mooi om dat beseffen, om elke keer te merken dat je je weg kan vinden vanuit het duister naar het licht. Jij bent het licht. Welke boodschappen krijg jij nu? Ik ben heel erg nieuwsgierig. Want gisteren ben ik een training gestart met mijn collega Cindy. En dat gaat over, ben je het contact met je intuïtie kwijt? Ben je het contact met je onderbewustzijn kwijt? En dat staat eigenlijk in al mijn trainingen deze week en vorige week staat het paraat. Waar ben jij de signalen, de synchroniciteit van het leven kwijtgeraakt? Waarin heb je nu het gevoel dat je alleen staat? Dat je reddeloos verloren bent? Dat je eenzaam bent? Herken je deze energie? Speelt dat in jouw onderbewustzijn? En ben je vergeten dat jij een gouden lijntje met boven hebt? En boven is eigenlijk binnen. Maar laten we het makkelijk houden. Jij hebt een lijntje... met jouw bron. Dat is het meest waardevolle lijntje. Dat als jij daar in investeert. Jouw lijntje. En dat is zo mooi ook in deze kaart. Investeer je in dat lijntje. Maak je elke dag contact met dat lijntje. Vraag je elke dag om leiding en begeleiding. Want als jij op een plek bent geraakt. Dat jij het contact bent kwijtgeraakt. Je hoeft alleen maar een vraag te stellen. Universum, heb je een boodschap voor mij? Universum, wat mag ik creëren? Elke keer als je vraagt om leiding en begeleiding. En of je dat nu doet aan een kaart. Of een engel. Of je hogere zelf. Dan is jouw lijntje weer aan. En voel jij weer dat je leeft. Het leven is nu... Is uitdagend, maar niet bedoeld om jou plat te leggen. Het is te herinneren hoe werkelijk krachtig jij bent. Mocht er hier ergens een vraag over zijn, kun je deze stellen. Luister naar het leven, luister naar jouw lijntje. Dat is ook nog iets, dat zit ook in de boodschappen. Dat zit in de boodschappen die ik vandaag heb gedeeld voor deze week. Wat doet de buitenwereld met jou? Angst komt van buiten. Als jij angst voelt, dat is niet van jou. Dat is niet van jouw kern. Dat is niet van jouw persoon. Dat komt van buiten. Kun je heel goed, kun je daar een scheidingslijn tussen zetten? Deze kaart had ik al getrokken deze week. Hij is zo mooi. En deze komt er overeen met een andere training die ik aan het geven ben. Liefde zijn. En liefde zijn heb ik ook gekozen voor die turquoise kleuren. Voor die emerald. Eigenlijk emerald. Smaragd is het, hè? Smaragd. De kleur van het hart. Ja, heel mooi, Janneke. En hou dat ook vast, weet je. Je bent hier met jouw lifeline. En die gids je overal doorheen.
overlevingsstand. Vraag je af of die overlevingsstand van jou is. Zoveel mensen zitten nu in de overleefmodus. Maar is die modus van jou? Kijk eens, durf ook echt te kijken naar je leven. Is het iets wat je oppikt uit het collectief en je eigen hebt gemaakt? Vecht en vlucht is energie is enorm op dit moment in het collectief. En met tijd en bijlen wil ik ook wel eens escapen van deze wereld. Iedereen die wel eens denkt, oh my god, in wat voor realiteitswereld ben ik nu ontwaakt? Wat doe ik hier? Boom, tap je in op vecht- en vluchtmodus. Is het werkelijk van jou? En als het niet van jou is, kun je teruggeven aan de bron met bewustzijn. Ja. Weet je? Oké, is van mijn chronisch zieke kind. Nou ja, ik zou daar een 1-op-1 sessie of iets. Ik zou daar wel hulp bij zoeken, Wendy. Dit is even een heel groot dingetje. Dit is niet iets wat met één. Je mag wel als moeder mag je in je eigen veld blijven staan. En dat is wel iets voor iedereen, weet je. Sta je jezelf toe om te shinen. Sta je jezelf toe om zelf het licht te zijn. Om echt in je eigen licht te gaan staan. Maar ook om het licht te zijn. Of raak je geïnfecteerd door alles wat er om je heen gebeurt. En eigenlijk zeg ik dat al heel erg mooi. Geïnfecteerd. Infectie. Ontstekingsreactie. Dat is wat er gebeurt. Er speelt nu zoveel in het collectief. Alleen al vandaag op 1 december in Nederland. dat is eigenlijk een soort van bliksemschicht. Knetterende donder wat in het collectief hangt. En jij met je sensitieve zijn. Tapt daarop in. En raakt jezelf kwijt. Maar je bent hier om het licht te zijn. En om het licht te kunnen zijn. Mag je eerst jouw eigen lichtje weer aansteken. Voordat je dat licht met anderen kunt delen. Maar het is niet de bedoeling dat je dat licht nog uit gaat blazen voor anderen. Om anderen maar comfortabel te maken. Juist nu in deze tijd mag je naar voren stappen. Juist in je anders zijn. Jouw anders zijn is je grootste gift. Ja, toen dacht ik, waar gaan we nou naartoe met die kaart? Die kaart begint. Ik kies ervoor om de schoonheid in mezelf te zien. En dat heeft te maken met jouw anders zijn. Anders zijn is echt een thema. Woep. En het is niet de bedoeling dat je erop gaat jojoen. Jouw anders zijn, je bent hier om het anders te doen. Je bent hier om een ander perspectief in de wereld te zetten. Je bent hier om andere energie in de wereld te zetten. Alleen op het moment dat je nog steeds in de slachtoffer, in het pijnstuk zit van je anders zijn. En je daarmee afgewezen hebt gevoeld. Daarmee zie je nog steeds niet de schoonheid van jezelf. Kun je nog steeds niet jezelf op waarde schatten. Zie je nog steeds niet hoe fantastisch je bent. En ook een boodschap die de laatste tijd heel vaak voorbij is gekomen. Gisteren 3 keer zelfs. 3 keer. Ben jij bewust van de helende energie van jouw veld? Ben je bewust van jouw energetisch veld als mensen daarin stappen? Als jij in verbinding staat met jouw lijntje, als jij in verbinding bent met jouw bron, dan ben je een helende kerncentrale. Maar als jouw focus is op de buitenwereld, wat er in de buitenwereld gebeurt, dan is je vlammetje uit. Dan brand je op. Als je alleen maar gefocust bent op het redden en fixen en pleasen van andere mensen. Het codependency stuk, wat op dit moment heel erg in de openheid bij lichtwerkers naar voren komt. Pleasen de XXL versie. We zijn er niet om de wereld te helen. Je kent dat liedje toch wel? Heal the world, make it a better place. Daar ga je eigenlijk van uit dat de wereld heling nodig heeft. En dat de wereld geen goede plek is zoals die is. Maar de wereld is perfect.
iedereen is perfect. En je hebt geen heling nodig vanuit de intentie, het idee, ik ben gebroken, ik moet heel worden. Healing betekent terug naar jou de herinnering dat jij al perfect bent. Jouw kern. Ik ben heel erg nieuwsgierig of jullie mij nog daarin kunnen volgen. Of dat het met name de energetische overdracht is die je nu voelt. Beseffen dat jij niet hoeft te veranderen. Dat is een boodschap die vorige week op mijn pad kwam. Die zo mooi is. Je hoeft niet te veranderen vanuit het idee dat je niet perfect zou zijn. Sta je jezelf toe om te shinen? En in welke omstandigheden shine jij? Weet je? Heb je jezelf een situatie gemanoeuvreerd, gecreëerd, waarin je niet jezelf kunt zijn? En hoe kun je opnieuw dan jezelf zijn? Nou ja, als je moe bent en pijn, de frequenties is sky high op dit moment. En de frequentie van de aarde, dat is record op record op record. En wat de functie daarvan is, is dat oude pijn, maar ook het ego, alles wat jij hebt opgeslagen en weggedrukt, komt naar boven. En dat transformeert zich. En het kan zich vertalen in moe zijn, in je ongemakkelijk voelen, in... afhankelijk ook waar je bent op je pad, besef dat er energetisch gigantisch veel plaatsvindt. Gigantisch veel. De meeste mensen zijn zich niet bewust van en komen op een plek terecht, arme ik, waarom ik? Het is niet waarom ik, arme ik. Het is wij zijn met z'n allen in een nieuw energetisch tijdperk aanbeland en wij transformeren allemaal al die oude pijnen. Al die oude beperkingen. En dat is niet alleen dit leven. Dat is duizenden jaren aan opgeslagen materiaal in jouw cellen. Dat is een stukje technische informatie. Maar die je wel helpt om dat alles wat jij voelt niet persoonlijk te maken. Want alles wat jij je persoonlijk aantrekt, dat was mijn werkdoel. Mijn persoonlijke werkdoel van vorig jaar januari. En ik wist niet dat die zo groot was. Ik dacht dat die gewoon uit de lucht kwam vallen, omdat ik altijd ruzie met mijn man had. maar dat bleek ook nog best wel een groot universeel dingetje te zijn. Dat wat jij voelt is niet van jou, het is van het collectief. Nou ja, weet je, om de liefde, het is heel mooi wat je zegt, Annerieke, maar de meeste mensen voelen nog steeds niet, die zijn nog steeds in dit proces bezig. Leren om weer van jezelf te houden. Alleen zitten ze nog steeds in afwijzing en in de pijn van dat ze geen liefde hebben ontvangen. Maar de meeste, er zijn maar heel weinig dragers van echte onvoorwaardelijke liefde. Er zijn maar heel weinig mensen nog die echt die staat van zijn belichamen. Dus we zijn allemaal op zoek naar dat licht in ons. En de een is daar op een bepaald gebied wat verder in dan de ander. Het is geen wedstrijd, maar we zijn allemaal nog zoekende. Zoekende naar onszelf. Zoekende terug naar de liefde in ons. En als jij de liefde in jezelf gevonden hebt, dan kun je de liefde ook delen met anderen. Laatste. Zo. Geloof. Oh, dat is een mooie. Ook alweer zo'n mooi plaatje. Ik vind die kaarten echt fantastisch. Die kleuren en die vormen en dat licht. Weet je, geloof is echt een heel krachtig ding. Alleen niet vanuit vaak de constructies die we dat hier kennen op aarde. Geloven wordt heel vaak met godsdienst gekoppeld en dan ga je alweer de kreukels in. Maar geloven is eigenlijk
voor mij ook, zoals ik dat nu met jullie deel, is intappen op een betere toekomst. En dan kom je eigenlijk op het weten uit, op het helder weten uit, dat er een toekomst is met meer licht. Dat alles wat we nu ervaren een momentopname is. Maar een momentopname in ons leven. Alleen op het moment dat je gevangen zit in die duistere energieën, dan lijkt er geen einde aan te komen. Als het één grote orkaan is, dan denk je alleen maar, waar is hier de uitgang? En een aantal jaar geleden heb ik daar ook nog wel eens posts over geschreven. Dat ik dacht, ik kan me niet voorstellen dat ik de enige ben die dat donker ervaart. En op dat moment zat ik ook in een dark night of the soul. Dark night of the soul is een diepe transformatie van oude pijn. En dat was eigenlijk ook het enige op dat moment wat ik kon doen. Maar dan zit je ook op dat moment gevangen in een soort eindeloos gevoel. Maar ook een angst, kom ik hier nog wel uit? Wordt het nog wel beter? Komt het licht in mij nog wel terug? En we zitten collectief, een groot deel van de mensheid, zit in ontwaken, zit in een dark night of the soul. Zonder dat heel significant te maken, is nu die duisternis ervaren, is part of the plan. Het is deel van het plan. Het is deel van jouw afgesproken plan, jouw incarnatie op deze aarde. En als jij op een of andere manier ook het duister ervaart, weet dat het van tijdelijke aard is. Alles is van tijdelijke aard. Ook al lijkt het niet zo, toch is het zo. Sterker nog, als je 's nachts in slaap valt, ben je gedisconnect van de hele wereld, van je realiteit. En ben je even niet hier, niet hier op aarde. Het is een hele mooie kaart, hé José. Die staat, ik geloof in mezelf, in de schoonheid van het leven en de goedheid van God. Dus, ik heb de kracht om mijn dromen te vervullen. De wil van de Almachtige support mij. Mijn leven is gehuld in hemels licht en mijn hart opent zich voor de power van het universum. En als ik nu al die drie kaarten erbij pak, dan zit er ook altijd weer een overlappende boodschap in. We begonnen. Luister naar het leven. Waar is jouw lijntje met boven? Ben je vergeten dat jij jouw lifeline hebt? Ik noem het lifeline. Het is namelijk jouw levenslijntje. De connectie met jouw bron van wijsheid, waarheid en weten. Die geeft jou signalen. Ook in het duister krijg jij signalen. Je bent hier om jezelf opnieuw lief te hebben. Om te gaan ervaren wat zelfzorg is. Wat onvoorwaardelijke liefde is. Hoe je dat mag voelen. En hoe je dat met name ook mag belichamen. Want dat is ook een hele belangrijke. Wie ben jij als je jezelf op waarde schat? Wie ben jij als je die liefde voor jezelf voelt? Wie ben jij als je goed voor je emoties zorgt? Wie ben je dan? Welke keuzes maak je dan? Hoe presenteer je en zet je jezelf in de wereld? En we zijn hier allemaal om die zwakheden om te zetten in licht. En dat doe je niet door de zwakheden af te wijzen, zoals limitatie en beperking te zien, maar als onderdeel van het proces. Jouw zwakheden, your wrongness is your strongness. Dus activeer jouw lijntje met boven. En zeg ja tegen de liefde van jezelf.
Ik weet niet of jullie het voelen hoor, maar die energie die is al aan. Ik hoef hem helemaal niet aan te zetten. Die energie is volop aan. En op het moment dat jij weer terugkeert van, hey, wat echt belangrijk is, dat is zorgen voor jezelf. Zodat je ook kan zorgen voor de ander. En dan is daar ook toegang. Weet je, op het moment dat jij verbonden bent met jouw lifeline, dan is daar dat vertrouwen. Dan valt onzekerheid weg. Dan, als jij verbonden bent met je ziel, met je hart, dan is er geen enkele twijfel meer. Alleen alles wat je in de buitenwereld gepresenteerd krijgt, kan je doen twijfelen. Maar dat is een realiteit waar je nog in vastzit. Dat is niet wie jij in de kern bent. En sta jij toe om gesupport te worden door het universum, door God? Hoe vaak connect jij met die energie in jou? Hoe vaak doe je dat? En mijn tip is, ga dat elke dag minimaal 3 keer doen. Wat als een tierenlier werkt, ik verbind mijn hogere zelf met het universum. Vraag iets aan de engelen, werkt ook. Afhankelijk bent waar je op je pad. Universum, wat mag ik ervaren? Welke wonderen mag ik uitnodigen in mijn leven? Ga spelen met hoogfrequente energieën. Ga niet focussen op wat er fout is en verkeerd is. Ga weer spelen met het licht in jou. Ja. Jij hebt de power. En dat vind ik een hele mooie om mee af te sluiten. Jij hebt de power. Jij hebt de power van vrije wil. Van keuze. Jij kan in elk moment kiezen, hoe wil ik hiermee omgaan? Dat is echt een mega, mega, mega superpower. Voelen jullie ook de energie? De energie staat nog aan. De energie loopt nog. Dus de energie van deze 3 kaarten, die is er voor jou. Tap daarop in. Zodat je weer gaat luisteren naar het leven. Dat je weer in staat bent om opnieuw van jezelf te houden. Met je schaduw. En uiteindelijk open te staan voor het vertrouwen en het grotere in jou. Want dat is het licht. Dus, dank jullie wel. Geniet van de energie. Geniet van de dag. En welk lichtje kun jij in de wereld zetten? Glitter en licht is nodig. Ik wens jullie een fijne dag. Bye bye.